We gaan verder met Johan van Aken. Hij heeft net verteld over zijn roman De Opvolger. En opeens is deze roman een succes aan het worden. Je bent in de Volkskrant NRC geweest, op de VPRO Radio, bij een soort literaire-programma. Parool. Parool, nou, dat heb ik al even vergeten. Groene. Noem ze maar. Alle literair geïnteresseerde kranten, tijdschriften en media hebben jou al gehad. Het boek verkoopt ook heel goed. Ben je verrast door het succes? Ja, natuurlijk, de kwaliteit was altijd al, maar want je hebt jarenlang boeken geschreven die natuurlijk minder verkocht werden. Wat doet het succes met de schrijver? Doet het wat überhaupt? Ja, ik merk dat ik heel zenuwachtig van word. Ik ben gewend om lekker in mijn donkere hol te zitten en te schrijven. En, dat is nu opeens... Publiek figuur min of meer. Nou ja, ik heb het niet eens dat ik nou zo druk heb of zo. Maar het is een hele andere manier. Ik ben het niet gewend, dus het is wel... Ik zou eigenlijk over moeten lopen van euforie, maar dat heb ik nog niet. Het is meer een soort schrikreactie heb ik. Het is een beetje niet wat ik gewend ben. Maar. Ja, maar je hebt zo'n boek af, je levert het in bij de uitgever. Die gaat er dan nog een keer naar kijken. Dan komt er een redacteur bij waarschijnlijk. Dan wordt het uitgebracht, dan denk je er één glas wijn of dingen. Nou, op naar de volgende en that's it eigenlijk. Ja, het is inderdaad, dat was mijn ideaal, dat ik eigenlijk de volgende dag nadat ik het inlever al aan een volgend boek kan beginnen. Maar zo makkelijk is dat niet. Het is ook, je valt ook een beetje in een zwart gat. Hè. Iedere keer, je bent jarenlang met een boek bezig. Dus in je de loop meer van dan 20 jaar, zeg je al. Ja, maar ik leg dus ook jaren weg. Maar dit boek, in de afgelopen 5 jaar ben ik eigenlijk continu hiermee bezig geweest. En naarmate je verder komt, ga je ook steeds intenser met dat boek bezig zijn. En op een gegeven moment kun je dan nauwelijks meer slapen 's nachts. En dan ben je gewoon continu in je hoofd of in het echt met dat boek bezig. Dan ben je ook onmogelijk voor je klassieke vrouw, onmogelijk voor je omgeving? Ja, dat sowieso. Dat ben je sowieso eigenlijk, ja. Dat ben ik sowieso. Ja, ik heb ook allerlei ruimtes waar ik alleen kan zijn. Dus, en waar ook kinderen en vrouw niet in mogen. Precies. Maar... Het valt opeens zo'n boek weg en dan val je een beetje alsof iemand het kleedje onder je voeten wegtrekt. Nou, wat dat betreft is al die publiciteit en ontmoetingen met journalisten die allemaal stukjes wil schrijven, interviews hebben wel handig, denk ik. Ja, maar aan de andere kant is het ook vreemd omdat ik eigenlijk dat boek al uit mijn hoofd heb gezet. Dat heb ik altijd vreemd gevonden, want ik heb eigenlijk na ieder boek wel een interviews enzovoorts. Ik probeer altijd al in het volgende boek te zitten met mijn hoofd. Maar ik word steeds weer naar dat oude boek teruggetrokken. Het is een beetje vreemd. Voor mij is het dan eigenlijk is het boek al voorbij. Dus je bent nu alweer met een volgend boek bezig, of niet? Of heb je weer een ik heb verschillende projecten liggen in verschillende stadia. En dat is de meeste vooral in de bedenkfase. Maar die teken ik wel uit. Ik maak altijd tekeningen en zo. Ik probeer het altijd eerst uit te tekenen. Want je hebt een grote muur waar dan een heel groot schema op staat of zo. Dat soort dingen. Op blaadjes opgeprikt. En ik heb al 10% van het volgende boek geschreven ook. Maar ik weet dus niet of ik dat ga gebruiken of niet. Dat moet nog blijken. Misschien dat ik een veel beter idee krijg. En dat ik alles vanaf het begin weer moet gaan veranderen. Maar op het moment ben ik even aan het wachten. Want ik denk dat het nu geen zin heeft om te gaan zitten schrijven. Dus... Maar je bent niet bang dat je... Kijk, ideeën blijven dus blijkbaar wel komen en je blijft ze ook opschrijven. Die noodzaak zie je wel blijkbaar ergens. Want dat is een klassieke vraag natuurlijk. Waarom een boek toevoegen aan zo'n grote boekenberg die iedere dag weer groter wordt? Ja, dat is waar. Maar goed, ik zie ook wel wat er allemaal gebeurt aan boeken. En het meeste is natuurlijk heel snel weer vergeten. Dus ik hoop dat ik dat dan niet onderval. Dat iedere schrijver hoopt dat hij dan inderdaad... Volgens mij dat het overblijft, hè? Dat het eruit steekt. Ja, maar kijk, je hebt nu al 10.000 exemplaren zijn er verkocht. Ja. Ja, en geeft dat ook geen ander beeld van hoe je er tegenover staat? Je zei net van ja, ik moet er een beetje aan wennen, maar... Ja, kijk... Kijk, denk je van die andere boeken verkoop je minder, daar doe je zoveel moeite voor, verkoop je er een paar duizend. Ja. Waar doe ik het allemaal voor? Nou kijk, het is natuurlijk lekker als je er een keer wat mee verdient. Ja. Dus dat gaat nu waarschijnlijk, of nu gaat dat wel gebeuren. Maar ja, het is een beetje dubbel. Kijk, als het heel erg populair wordt, stel je verkoopt 100.000, dan krijg je op een gegeven moment ook dat je een paar keer per week ergens een lezing moet geven. En zo, en dan kom je eigenlijk niet meer aan het schrijven toe. Hè? Dan word je voor allerlei stukjes en dingetjes gevraagd. En dan krijg je wat veel cijfers, omdat ze hun hele aandacht versplintert in alles wat ze... Wat ze wat,
wat in het kielzog van zo'n boek dus wordt aangeboden. Je moet televisieoptreden, stukjes schrijven. Of je moet dus nog veel gedisciplineerder gaan leven natuurlijk. Ja, kijk, en het mooiste is natuurlijk als je lekker meteen een roman in kunt duiken en daar diep in wegzinken, vind ik tenminste. Ja. Maar dat is dan een stuk moeilijker geworden. Ja, ben je al gevraagd voor stukjes en dingetjes? Nou ja, een paar lezingen. Maar op zich heel weinig hoor. Kijk, ik zou het natuurlijk best willen, want ook dat betaalt heel goed. Betaalt natuurlijk. Nou, heel goed, dat is relatief. Zo bekend ben ik niet. Ik denk dat naarmate je bekend bent, dat het tarief ook stijgt. Hè? Maar ik zou toch wel een soort evenwicht willen hebben. Maar ik heb eigenlijk vrij weinig lezingen. Ik geloof dat ik er nu 2 heb, naar aanleiding van, waarvan 1 pas over een jaar. Weet je? Dus maar heb je ik heb zo'n lezingscircuit wel eens gevolgd. De meeste schrijvers hebben 1 lezing die ze altijd voordragen. Of heb je per keer iets anders? Dat ligt eraan wat ze willen. Ik heb vorig jaar een lezing gehouden over de klokkenluider van Notre Dame. Daar had ik een nawoord voor geschreven. En, daar zit je dan heel diep in dat boek. Ik heb het een paar keer gelezen en daar diep over nagedacht en lang over gedaan. Dus dat kun je inderdaad. Dat is weer iets heel anders. Dus ik heb wel eens over het scheldgedicht in de oudheid of zo een lezing gehouden. Dat is heel veel voorbereiden, heel veel werk. Dat is wel. Ik vind het wel leuk om te doen, maar het is inderdaad niet iets. Uit economische noodzaak hoef ik dat niet te doen, want dat levert verder niks op. Gezien de tijd die ermee bezig bent. Maar als je inderdaad iedere. Er zijn ook schrijvers die 5 keer per week dezelfde lezing houden overal in het land. Ja, dat is natuurlijk heel lucratief, neem ik aan. Ja. Maar dat ken ik dus helemaal niet. Nog niet misschien. Moeten we nu zien, je zit nu een beetje op de populariteit van Jan van Aken en zijn boeken is nog nooit zo groot geweest als nu. Hoe kijk je naar dat? Ik zit nu op het hoogtepunt of ik ben nu al voorbereid op mijn comeback. Ja, kijk, ik had hetzelfde met de Valse Dagen gehad, 12 jaar geleden of zo al. Dus toen was het ook opeens heel groot en heel veel interviews en heel erg de hemel in geprezen. En dat zakte ook op een gegeven moment weer in, na een paar jaar. Dat zou nu ook weer kunnen. Ja, dan moet je weer met die nieuws komen. Ze zeggen wel altijd dat je op je hoogtepunt je comeback moet plannen, maar dat is niet echt. Ik weet het. Kijk, mijn idee is altijd, volgend jaar heb ik een nieuw boek. Dat heb ik nog steeds iedere keer, dat idee. Maar dat gebeurt gewoon nooit zo. Het gaat altijd veel langer duren. Ben altijd veel te optimistisch daarover. Maar uiteindelijk ben ik er vele jaren mee bezig met zo'n boek. Dus. Maar een nieuw boek, dat er een nieuw boek gaat komen, als die heren meewerkt, dat is wel zeker? Ja, natuurlijk. Ja, ik ga er een vervolg op de Valse Dagen gaan schrijven. Dus dat is een personage dat ik ken. Een tijd en een situatie die ik goed ken. Dus dat is wel. Heb ik wel zin in ook, ja. Oké, dat gaan we afwachten. Dankjewel voor dit gesprek, Jan van Aken.